Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag 4 september, denk ik. Is het 4 september? Ja, dinsdag 4 september. En vandaag is de dag dat ik mijn haar ga korter knippen. Zoals jullie misschien al wel kunnen zien aan de titel, is dat wat ik vandaag ga doen. Ik heb nog 10 minuutjes voor ik naar de kapper ga vertrekken. Het is eigenlijk iets waar ik al een hele tijd aan zit te denken om te doen. Om gewoon eens een total change in mijn haar te brengen. En ik heb besloten om het te gaan doen. Ik vind het doodeng, dat moet ik jullie eerlijk toegeven. Ik heb denk sinds mijn 15e deze lengte van haar. Misschien ooit eens iets korter, is iets langer. Maar ik denk dat ik het sinds mijn 16e letterlijk niet meer echt super kort heb afgeknipt. Daarvoor trouwens ook niet echt. Ik ben nooit echt super... Ik heb altijd wel eigenlijk lang haar gehad. En ik ben er gewoon klaar mee. Ik krijg het niet meer mooi. Het is gewoon te slap. Het is dun. Het is... Meh. Het is de eerste paar uur mooi nadat ik het gewassen heb en dan heb gefund. En dan dat er lekker veel volume in zit. Maar dan gewoon na een paar uur ben ik er gewoon klaar mee. En wil ik het uit mijn gezicht. Dus het is gewoon tijd om eens iets nieuws te gaan doen. Ik denk dat ik het ongeveer op daar ga laten knippen. Dus er gaat toch wel een stevig stuk af. Maar jullie gaan dus met mij mee naar de kapper. Ik ga nog even heel snel een stop maken bij het kruisvat. Aangezien mijn poeder op is. En daar gaan we. Alrighty. Ik heb deze afspraak bij de kapper best al wel lang staan. En het is echt gewoon met ups en downs geweest. Of ik mijn mening ging veranderen of niet. Deze twee gaan mee. Ik neem altijd deze in de kleur Perfect Beige. Ik kan hier al zo, ik weet niet hoe dat erdoor. Tada! Dit is uiteindelijk het resultaat. Er is een heel groot stuk van mijn haar af. Ik denk dat hier voor mijn haar tot net onder mijn borst kwam. En het is gewoon helemaal kort. Het is trouwens de volgende dag. En hij had het gisteren helemaal mooi gekruld en zo. Maar toen ik vanmorgen opstond, was het niet meer helemaal... netjes, dus ik heb het dan vanmorgen eventjes voor het werk snel doorgebrushed. En dan ga ik komend weekend even oefenen met stijltang hoe ik zelf zo'n beachy waves kan maken. Maar dit is het resultaat. Het is gigantisch goed geknipt en gekleurd. Ik ga de volgende keer nog iets lichter gaan, maar ze konden niet gelijk in één keer lichter gaan. Aangezien dat mijn haar gewoon helemaal kapot zou zijn, maar het is echt... Oh, het moment dat het eraf ging, dat was echt freedom! Het voelt zo heerlijk aan. Laat ik misschien even vertellen waar ik naar de kapper ga. Ik ga altijd bij Frank's Atelier in Kortbeek-Lo. Echt een fantastisch team. Ze zijn ondertussen met, ik denk, een 11 à 12-tal. En ze zijn allemaal zo getalenteerd. Je wordt er echt verzorgd als royalty. Dus als je nog op zoek bent naar een goede kapper en je bent van het Leuvense... Kan ik die zeker aanraden. Ik dacht, ik ga deze vlog gewoon weer een beetje langer maken dan ze al was. Ik heb een paar stops die ik moet gaan maken. Ik moet naar de post om een paar pakjes terug te brengen. En dan ga ik eventjes naar de Action voor wat decoratie. Ik heb zin om een leuke krans te maken of zo voor onze voordeur. En dan misschien een leuke deurmat of zo erbij te maken. Ik had een pin op Pinterest gezien van iemand die zo'n deurmat gestempeld had met een leuk tekstje erop. En even naar de supermarkt voor eten voor vanavond. Dus... De pakjes gaan mee. Oké, ik heb de basis voor de krans al gevonden. En nu hebben ze dit soort dingen hier ook liggen. Die ik er denk ik een beetje omheen ga doen. En dan dacht ik misschien... Wacht hoor. Dit is zo'n bladeren slinger. Die kan ik misschien wel als basis omheen doen. En dan afwerken met dat soort dingen. En dan misschien zo van die kleintjes erdoor. En misschien wel zoiets.
te combineren. Misschien dat dit iets te groot is. Of misschien dat het wel net leuk is. Ik had op Pinterest wel zoiets gezien. Even kijken. Ze hebben echt heel erg veel leuke dingen. Allee, heel erg veel. Ze hebben gewoon leuke dingen. Ik denk dat ik misschien een beetje wel ga meenemen. En als basis, hoewel dat ik nog niet weet of ik het overal ga doen of gewoon op een klein stukje. Ja. Dat is ook een herfstslinger. Die is ook wel cute. Oké, net bij de Action geweest. Ik heb ongeveer wel gevonden wat ik denk dat ik nodig heb. Dus we gaan het thuis maken. Ik ga nu nog even naar de supermarkt voor eten voor vanavond en morgen. En het, ja, vrijdag denk ik ook nog. En dan, kijk, ik me heel raar aan mijn tegen mezelf te praten. En er wacht iemand op mijn parkeerplek. Ik ben weg, doei! Alright, ik ben weer thuis. Het is ondertussen 4 uur. Ik zal misschien even snel laten zien wat ik gekocht heb bij de Action. Ik ben daarna nog even naar de supermarkt gegaan. Ik heb daar niet gigantisch veel gekocht, maar toch een aantal dingen. Dus, bij de Action heb ik uiteindelijk deze gevonden voor mijn krans. Dus eerst al de basis van de krans. Ik had misschien iets anders in gedachten gehad, maar ik vond deze er ook wel herfstig uitzien. Dus het kan geen kwaad als je er nog iets van ziet. Het is wel de bedoeling dat er echt zo één bovenkant gaat gedaan worden, denk ik. Dat weet ik nog niet. Dus daar heb ik dan deze voor gevonden. Ik heb zo allemaal van die stokjes met herfstblaadjes gevonden in verschillende kleuren. Ik heb er wel 2 van hetzelfde genomen en dat zijn deze. En daar zitten dan van die eikeltjes op. Deze. Dat vond ik wel echt zo'n typische herfstkleur van hier eigenlijk. Het is echt wel meer wat je hier ziet. En dan 2 van deze gevonden. Deze zijn zoiets meer felle herfstkleuren. En dan deze. Ook zo wat donkerder. Dus ik denk dat die mix wel heel mooi gaat zijn daaromheen. Dus die ga ik daar omheen binden. Daarvoor heb ik dit touw gevonden. Hallo! Ze hadden geen vissersdraad meer. Dat vond ik wel jammer, anders had ik het netjes kunnen verstoppen. En dan ga ik er denk ik met mijn lijmpistool zo hier en daar een aantal details opplakken. Dan heb ik zo van die mini pompoentjes en dan 2 dennenappels en dan zit er nog een groen blaadje bij. Dus dat is eigenlijk alles voor mijn krans. Uiteraard ga je bij de Action nooit weg zonder nog andere dingen. Dus ik heb nog zo'n doorstop gekocht voor op de logeerkamer. En dan nog een hoes, een nieuwe hoes voor een strijkijzer. Of alleszins een nieuwe hoes. De hoes die er nu omheen zit is prima, maar die is te dun. Dus eigenlijk als ik lang aan het strijken ben, dan gaat condens eigenlijk zo erg worden, ja, dat het er doorlekt. Dus ik dacht, ik ga er gewoon een extra overheen doen. We hebben gewoon zo'n cheap strijkplank van de IKEA. Maar die hoesen zijn niet top, top, top. Dus zij wordt zoal wat gesquished door de stoom van het strijkijzer. Dus ik ga die er gewoon omheen doen. En dan ben ik daarna bij de OK geweest. Even een winkel waar ik meestal niet echt kom. Maar ik dacht, ja, het is op de weg en ik heb niet zoveel zin om iets anders te doen. En ik wil graag vol-au-vent gaan maken, dus daar heb ik alles voor gekocht. Bouletjes voor luie mensen. Yep, don't judge. Champignons. Een braadkip die ik nog apart ga braden. Boter. Room en eitjes. Dat was wat ik nog nodig had voor dat recept. En dan nog kiwis voor onszelf. En dan zag ik daar deze. Nu, deze heb ik al een hele tijd gehad, maar ze zijn echt gewoon helemaal smerig. En al mijn andere bekers zijn oftewel gesmolten in het afwas, oftewel helemaal vies en blij. Dus ik dacht, ik koop er gewoon 2 nieuwe. 1 voor mij en 1 voor Zoe. En dan kreeg ik deze nog bij de kassa. Zeg maar zo'n soort actie of zo. Ik weet het niet. Echt zo'n gigantische beker ook. Waar je zo van dat infused water mee kan maken. Dus dat ziet er zo uit. Dus fijn. Dan heb ik er gelijk 3. En dan kocht ik ook nog deze. Carolan speciaal voor parketvloeren. Aangezien onze parketvloeren echt is nodig. Een nieuw glansje nodig hebben. En ik hoop dat daarmee te kunnen doen. Aangezien er wat olie en zo in zit. Dus dat is alles. Is dat voor jou? Nee. Dus wat ik denk dat ik nu ga doen, ik ga de oven opzetten om de kip te beginnen braden. En ik denk dat ik dan mijn krans ga maken. Die ga ik netjes helemaal in elkaar zetten, daar heb ik gewoon zin in. En dan ga ik als een wiede weer het volledige huis helemaal opruimen. En een beetje stofzuigen en poetsen waar het nodig is. Mijn schoonvader en Zoe gaan vanavond nog een kast netjes op zijn plaats zetten in de logeerkamer. En ik ga me natuurlijk een lekker citroenwatertje maken. Dit is wat ik tot nu toe heb. Het is niet helemaal perfect. Maar het is wel echt een stuk leuker als ik verwacht had. Het gaat zo'n beetje van donker naar licht. En ik had echt wel een stuk meer bladeren en zo dan ik dacht om gewoon één kant te vullen. Dus ik heb hem gewoon helemaal rond gedaan. Nu, ik ga er nog een beetje mee spelen. Ik vind hem wel echt heel leuk. En het hoeft ook helemaal niet perfect, want in de herfst is het gewoon niet perfect. Ik ga er nog een beetje de blaadjes verplaatsen. Het was echt heel gemakkelijk om alles, zeg maar, te plooien en zo. Een beetje die takjes
verbergen. Ik heb alles gewoon vastgemaakt met dit. Wat je uiteindelijk toch niet echt ziet op de achterkant. Is het echt gewoon bijna niet. Hier heb ik het vastgemaakt. Aangezien dat het toch zo'n soort strooien krans is. Het geeft alleen wel heel veel rommel op de grond. Aangezien dat stro een beetje loslaat. Maar ik ga straks toch stofzuigen. En dan ga ik nu deze ergens een beetje vastmaken. Met een beetje lijm. En dan ga ik hem ophangen. Ik ben er eigenlijk wel echt heel blij mee. Superleuk. En voilà. Het eindresultaat. Als jullie kunnen zien heb ik hier en hier. En daar. Daar, daar en daar nog die extra decootjes opgehangen. En dit is het eindresultaat op de deur. Ik vind het echt super cute. Het ziet er helemaal niet in proportie uit op video. Maar in het echt is het wel echt heel leuk. Ik heb hem gewoon met een draadje naar binnen gehangen. En hetzelfde nageltje. Hallo. Als dat ik ons kerstkrans heb opgehangen vorig jaar. We hebben hier zo'n heel, heel, heel klein nageltje in de deur geslagen. Ik ga dit nog eventjes afknippen. Yay! First fall decorations. Ik denk dat ik hier in de woonkamer ook de kussentjes weer ga verwisselen naar wat meer fall deco. Die gaan meer in de kast. En ik ga deze weer op tafel zetten. Dit is echt zo'n mooi herfst-winter ding. Sommige mensen vinden misschien dat het nog zomer is. But I'm ready for fall. Hallo daar! Het is ondertussen zondag, een paar dagen verder. En we zijn ondertussen al bijna, ja niet bijna, maar bijna een week verder met dat ik mijn haar geknipt heb. Ik ben er nog steeds super blij mee. Nu, ik heb vanmorgen voor het eerst mijn haar zelf gewassen, sinds dat de kapper het gedaan had. En ook weer gestyled. Ik heb het eigenlijk gewoon gedroogd. En dan heb ik de producten gebruikt die de kapper mij heeft meegegeven. Wat er wel voor zorgt dat ik heel veel textuur in mijn haar heb gekregen. Dus het leek me wel leuk om die ook eventjes met jullie te delen. Want ik heb eigenlijk twee productjes meegenomen bij de kapper om mijn haar te gaan stylen. En morgen komt er nog zo'n föhnborstel binnen die ik ook in een video wil gaan testen van Revlon. Dat is kennelijk ook wel echt een heel, heel goed ding om er toch wat meer ja, zelf te kunnen volume in brushen. Maar dan zonder heel moeilijk te doen met zo'n borstel en föhn apart. Dat lijkt me ook wel heel leuk. En ik denk als ik die combinatie onder de knie krijg, dat ik het dan echt heel goed ga zelf kunnen doen. Dus ik vind voor de eerste keer, het is toch niet helemaal wat ik zou willen dat het is. Maar ik vind het al heel goed. Dus bij de kapper heb ik namelijk twee producten meegenomen van dit merk. Oripe, denk ik dat het heet. Toch zo zou ik het uitspreken als ik het zie. En dit zijn zo'n fantastische producten. Echt, het is een merk dat ik zelf nog niet kende. Mijn kapper is ook een van de weinigen die dit verdeelt in België. Omdat je er echt wel een heel goed salon voor moet zijn om dit te mogen verdelen. Het is ook een heel mooi, volgens mij een Amerikaans merk. Hun logo is ook ontworpen door Versace, net voordat hij overleed. Dus daar heb ik deze als eerste van meegenomen. De Dry Texturizing Spray. Die ziet er zo uit. Het is eigenlijk gewoon een grote pus van 300 ml. Echt ook een super mooie verpakking. En dit is eigenlijk hun Dry Texturizing Spray. En hoe dat je dit eigenlijk aanbrengt. Dus eigenlijk als je je haar gedroogd hebt al of al gestyled hebt, ga je je haar in stukken verdelen. Net zoals droog shampoo ga je aan de aanzet het opspuiten. Dus dat doe je dan bij je hele hoofd, of toch waar je redelijk wat textuur wilt. Ga je het goed inmasseren en dan ga je voelen eigenlijk, zonder dat het vies of vettig wordt, dat je haar gewoon veel meer volume en textuur krijgt, doordat je er iets meer mee kan doen. Ik heb een beetje engelenhaar zal ik het maar noemen. Dus mijn haar is heel glad van zichzelf en kan echt wel heel wat textuur gebruiken. En daarnaast heb ik ook de Free Styler Working Hairspray meegenomen. En dat is wat het woord eigenlijk zegt, een heel mooie, goede hairspray waar je ook nog weer wat meer je haar mee kan modelleren. Dus het is niet van ik spray haarspray en het is helemaal hard geworden. Nee, je kan er echt nog mee werken en voelt heel fijn aan. Dus die twee productjes heb ik meegenomen. Ik denk dat het misschien wel eens leuk is om, als ik het iets beter allemaal onder de knie heb, daar eens een video mee te maken met hoe ik echt mijn haar doe op dit moment. Kort haar, want voor mij is het natuurlijk wel een heel grote verandering. Voordat ik deze video afsluit, zou ik misschien toch wel iets belangrijks mee willen delen, aangezien ik een fotootje gepost had op Instagram. En ik kreeg daar heel veel de vraag of ik mijn haar gedoneerd heb. Nu, ik ga gewoon gelijk zeggen, nee, ik heb mijn haar niet gedoneerd. Ik had heel graag mijn haar willen doneren. Ik ben daar ook voor online gaan kijken en wat ik daarvoor kon doen. En in principe was de lengte die ik had enorm goed. Maar jammer genoeg was de kwaliteit van mijn haar zo slecht door het jarenlang blonderen, dat ik het daardoor jammer genoeg niet meer kon doneren. Dus doordat de kwaliteit van mijn haar gewoon te slecht was door het kleuren, heb ik het niet kunnen doneren. Mijn staart was ook echt maar zo pitsie klein. Het zag er echt niet meer uit. Het was heel droog. Het was niet meer mooi. Allee, het was echt gewoon niet meer mooi. Dus mijn kapper zei ook van, ja,
Dus ik hoop, want ik zag bij verschillende mensen in de comments dat ze daar toch wel wat vragen over hadden. Maar dat is dus de reden waarom ik het niet gedaan heb. Ik had het heel graag willen doen. Dat betekent dan ook niet dat wij niks doen anders voor goede doelen. Ik denk dat je voor zo'n goed doel als Pink Ribbon veel meer kan doen dan gewoon haar doneren. Dus dat doen wij hier thuis dan ook wel. Maar dat is dan gewoon op een andere manier. Dus dat wilde ik toch wel eventjes voorbij laten komen in deze video. Aangezien ik zag dat er toch redelijk wat comments waren opgekomen, zeg maar, op Instagram. Dus ik dacht, ja, dan zullen die hier ook wel komen. Dus bij deze heb ik dat toch eventjes gemeld. Dus ja, dat was het. Mijn korte haarjourney. Ik ben er nog steeds zo blij mee. Ik was bang dat ik echt op een gegeven moment gewoon spijt ging hebben. Of dat ik mezelf niet meer zou herkennen in de spiegel. Maar ik ben er zo blij mee. Echt gewoon 5 dagen. Elke dag word ik wakker en dan denk ik, yay, ik heb kort haar. Heerlijk. Dus ik ben er helemaal blij mee. Ik heb er absoluut geen spijt van. Ik had het zelfs iets eerder moeten doen. Maar ik denk ook gewoon dat je zoiets moet doen als je er klaar voor bent. Dus dat was deze vlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Hebben jullie jullie haar onlangs geknipt? Want dat was ook wel bij Instagram. Heel veel mensen die zeiden, oh, ik heb het ook gedaan. Superleuk. Voel zalig. Dus helemaal leuk. Ik ben er al sinds helemaal blij mee. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Let me take this moment, show you how to own it. Something undeniable, undeniable.